Ja, Martijn, Feyenoord wint overtuigend met 0-4 van PSV hier in Eindhoven. Ja, dat noemen ze een ongekende wilde eigenlijk, hè, hier bij Feyenoord. Als je kijkt naar het verleden, heeft Feyenoord hier natuurlijk wel vaker gewonnen. En sowieso niet verloren. Maar 4-0 tegen een ploeg die toch geldt als een van de titelkandidaten. En de manier waarop ze dat ook hebben gedaan. Ja, tuurlijk, dat zorgt toch wel voor een heel goed gevoel bij Feyenoord. Wat eigenlijk net begonnen is aan een proces. Ja, als je dan al zo'n overwinning kunt boeken, dan natuurlijk, iedereen is daar heel tevreden over. Ja. Kijk, PSV heeft afgelopen zaterdag in Alkmaar heel veel achter de bal aan moeten lopen. Hebben ze ook gedaan, dus ze hebben ongelooflijk veel energie daar in die wedstrijd verbruikt. Maar ze hebben wel gewonnen. Afgelopen donderdag was het ook weer een hele zware wedstrijd voor ze. Dus wat enerzijds ons plan, wat het grootste deel van ons plan was, was ervoor te zorgen door twee extra middenvelders, 4-2 op middenveld te hebben, dat ze heel veel moesten lopen. Maar waarbij we zeker niet moesten schromen om ook de lange bal te spelen. En dan is de kans als je twee extra middenvelders hebt ook wel aanwezig dat je de tweede bal kan winnen. Dus het ging er vooral om hun mentaal zware meters te laten maken door wel het lef te hebben van opbouwen, maar ook niet te schromen om een lange bal tweede bal te spelen. Wat ging er vooral goed bij Feyenoord vandaag? Nou, het verdedigen. Het verdedigen gaat bij Feyenoord eigenlijk al heel lang goed. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Bijlo, Senesi en Trauner. Ja, dat is een soort Bermuda-driehoek. Die hebben met z'n drieën nog geen goal tegengekregen. Feyenoord incasseert wat doelpunten, maar dat is altijd een van de drie. De vorige keer was het dan Senesi afwezig. Maar die drie samen, ja, dat is wel een wapen voor Feyenoord. Want ja, alles verdwijnt eigenlijk daar in die driehoek. En dan heb je nog twee offensieve backs erbij, die ook verdedigend hun mannetje kunnen staan. Dus ja, Feyenoord is verdedigend ontzettend goed georganiseerd. En dat was ook de basis van het succes tegen PSV. PSV had natuurlijk wel heel veel de bal, leek ook wel dreigend. Maar echt grote uitgespeelde kansen hebben ze nou natuurlijk ook weer niet gecreëerd. Sterker nog, als Feyenoord voor rust iets zorgvuldiger was geweest, want die mogelijkheden lagen er wel, ja, dan hadden ze PSV misschien al eerder pijn kunnen doen. Maar al met al was het wel een zegen van het collectief. Hè. Het begint met verdedigen, dat begint eigenlijk al voorin. Nou, Slot had zijn elftal iets aangepast, hè, met Arsnes erbij op het middenveld. Om te zorgen dat hij daar een overtal situatie kon krijgen. En er ruimte achter die laatste lijn bij PSV. Dus zo speelde Feyenoord ook. Ze probeerden of Arsnes aan de bal te krijgen. En als dat niet kon, altijd kiezen voor een lange bal. Omdat ja, ze weten hoe gevaarlijk PSV kan zijn in de omschakeling. Nou, die angel hebben ze er eigenlijk op één moment na met Kakbo keurig uitgehaald. En ja, dan gaat het erom dat je zelf profiteert van de ruimtes die je krijgt. En dat ging nou dus iets makkelijker. PSV was natuurlijk ook wel vermoeid. Zware wedstrijd in de benen tegen Sociedad. Feyenoord een zware reis in de benen met Maccabi Haifa. Maar uiteindelijk een dagje meer rust. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ze lopen hier nog net niet in Polonaise het stadion uit richting de spelersbus. Nou ja, we zagen Trauner de spelersbus inlopen. Die leek een beetje van another day at the office. Ja, maar dat is ook een hele nuchtere speler. Kijk, geloof mij nou maar dat er in de kleedkamer toch wel een klein feestje is gevierd. Het zorgt er ook wel voor opluchting. Je bent ergens aan begonnen als Feyenoord zijnde. Je pakt overwinningen tegen ploegen van wie je moet winnen. Maar je verliest bij Utrecht op een manier. Ook zonder dat Utrecht nou toen heel veel uitgespeelde kansen kreeg. Maar je verliest hem wel. Ja, en dan gaat één wedstrijd niet door vanwege dat verschoven programma. Weet je wel, die wedstrijd in Israël die al op dinsdag werd gespeeld. Ja, als je deze had verloren, had je toch al aardig op achterstand gestaan in de competitie. En bovendien is het ook een test van hoe ver ben je nou als je tegen een ploeg speelt van het kaliber PSV, dat toch veel heeft geïnvesteerd de afgelopen jaren om een hele brede spelersgroep te krijgen. Heel veel kwaliteit voorin op het middenveld. Dus een ploeg waar echt rekening mee gehouden moet worden dit jaar. Dan ben je toch benieuwd hoe jij daar tegenover, wat jij daar als elftal tegenover zet. Nou, dat heeft Feyenoord gewoon uitstekend gedaan tegen het bewegelijke PSV met al die kwaliteit, bijna niks weggegeven. Nou ja, dat moet heel veel vertrouwen geven voor de komende maanden. Maar we hebben ook alweer gezien hoe kwetsbaar Feyenoord kan zijn als er blessures zijn. Nou ja, nu is iedereen fit, sterker nog. Slot had nog de mogelijkheid om te wisselen. Kon Dersers brengen, kon Linsen brengen. Geertruida achter de hand die terug is. Nou, dan begint het wel ergens op te lijken. En zo moet het voor Feyenoord blijven de komende tijd. En als dat ook zo blijft en die ontwikkeling zet zich door, dan hebben ze toch een elftal wat dit seizoen gewoon op zeker hoogte mee kan gaan doen. Wat dacht je op slag van rust? Een mooi moment om te scoren, dacht ik zo. Vlak voor het rustsignaal. Nee, ja, goede aanval, denk ik. En ik had de tijd om hem rustig te schieten. Dus dat was fijn. Ja, rustig, maar wel heel erg mooi. Ja, ik raak hem lekker en ik raak hem waar ik hem wil raken. Dus dan heb je grote kans dat hij erin gaat. De man van de wedstrijd bij Feyenoord is natuurlijk Jens Toornstra met twee schitterende doelpunten.
Is dat eigenlijk nog wel verrassend? Nou ja, weet je, man van de wedstrijd, dan kijk je naar statistieken. Doelpunten, ja, twee doelpunten. De eerste was echt een wereldgoal. Geweldige voorzet ook, die maakt die prachtig af. Tweede ook goed. Maar ja, je hebt natuurlijk meer dan alleen scoren. Als ik kijk naar de man of the match, zou ik toch misschien Trauner kiezen. Zoals hij staat te verdedigen in dat centrum met Senesi naast zich en uiteraard ook Bijlo. Ja, dat is echt kwaliteit. Deze jongen kwam binnen. Ja, we kenden hem wel omdat hij ook tegen PSV en tegen AZ had gespeeld met Lars Klins. Maar als je ziet hoe hij zich manifesteert, hoe rustig hij is, hoe hij de verdediging organiseert. Hoe de verdediging eigenlijk zichzelf organiseert met wat ik net al zei, met die drie samen. Hoe de opbouw geregeld wordt, de keuzes die ze maken. Ja, dat is gewoon voor een elftal ontzettend belangrijk. Ja, en Toornstra is gewoon een gewaardeerde kracht bij Feyenoord. Die elk jaar op de nominatie staat om misschien uit het elftal te verdwijnen. Ja, en dan op tijd zijn doelpuntjes maakt en laat zien hoe belangrijk die gewoon is voor een elftal. Met zijn loopvermogen en ook wel zijn inzicht. Dus dat blijft natuurlijk ontzettend knap als je dat elke keer weer voor elkaar weet te krijgen. Maar weet je, het was natuurlijk wel een teamprestatie van Feyenoord. Zonder nou echt dat het echt uitblinkers waren. Het was gewoon, het zat goed in elkaar. Iedereen deed zijn werk, ook in verdedigend opzicht. Voorin, Guus Til speelde geen briljante wedstrijd, maar bracht wel de energie en het loopvermogen wat nodig was om zijn taken uit te voeren. Maakte daarmee PSV moeilijk. Dus ja, daarom is het echt een teamprestatie. En dat maakt het voor een trainer natuurlijk ook wel zo prettig om te zien dat het ook uitpakt zoals je het vooraf had gehoopt. Hoe moeten we deze prestatie van Feyenoord nou inschalen volgens jou als we kijken naar de rest van de competitie? Ja, we zijn net begonnen. Ik heb geen idee. Ja, het is gewoon in ieder geval een topwedstrijd die je wint. En dat is altijd belangrijk. Uit tegen een ploeg, wat ik net ook al zei. Wat iedereen denkt dat PSV tot het einde mee kan doen op het kampioenschap. Nou, als jij daar hier met 4-0 wint en je geeft zelf geen kansen weg. Hè, los van de vraag PSV vermoeid, bla bla bla. Ja, weet je. Als je ziet wat voor een bank zij kunnen. Zij brengen gewoon Madueke. Zij brengen gewoon, nou wie zijn allemaal Vitesse. Noem het allemaal op, wie erin zijn gevallen. Ja, dat is de luxe die Feyenoord niet heeft. Nou ja, je wint die wedstrijd. En ja, dat is het. Dan moet je tevreden over zijn. Maar er zit ook nog wel heel veel verbetering. Veel is nog voor verbetering vatbaar. Eerste helft ook al een paar momenten in de omschakeling. Dat ze ruimte hadden en dat ze dan toch verkeerde keuzes maken. Of passing niet goed. Kun je zeggen dat is kwaliteit. Maar het is ook gewoon een kwestie van het vaker in die situaties terechtkomen. En hoe vaker dat bij Feyenoord zal gaan gebeuren. Denk ik dat ook dat steeds beter zal gaan worden. Nou, binnenkort komt die Nelson nog erbij. Ook weer een extra optie voor voorin. Dus ja. De wereld ziet er helemaal niet zo gek uit, eerlijk gezegd, in Rotterdam-Zuid momenteel. Cyril Dessers die invalt en scoort? Ja, dat is leuk. Daar is hij ook voor gehaald, om in die rol om in te vallen en zijn doelpunten te maken. Had er nog een eentje meer kunnen maken, om er 0-5 van te maken. Dat was dan, geloof ik, historisch gezien een uitschieter. Maar je kan op zo'n middag natuurlijk niet alles hebben. Dus iedereen is gewoon tevreden zoals het gegaan is bij Feyenoord. Gefeliciteerd. Hoe vond je de invalbeurt van Cyril Dessers? Als een speler invalt en die scoort, dan kun je daar denk ik alleen maar tevreden over zijn. Hij had maar een hele korte invalbeurt. En hij scoorde en daarnaast deed hij volgens mij nog een paar goede dingen. Dus prima invalbeurt. Had nog assist kunnen hebben op het laatste. Ja, hij was iets te gretig denk ik. Ja. Hij denkt, ik maak die tweede zelf. Er wordt natuurlijk veel gesproken altijd over een smalle selectie. Dat woord is vaak gevallen de afgelopen tijd. Je kunt nu toch Linsen inbrengen, Geertruida inbrengen, Dessers inbrengen. Als je het zo bekijkt, dan valt het wel mee. Zeker. Een hele ruime selectie hebben we. Maar daar ben je tevreden over? Ja, dat heb ik volgens mij vanaf het begin af aangezet. Ik tevreden ben met onze selectie. Maar dat wij een minder brede selectie hebben als het gaat om Eredivisiewedstrijden in de benen dan Ajax en PSV. En misschien zelfs wel AZ. Dat is helder. Maar dat is een beleidsmatige keuze. Dankjewel. Alsjeblieft. Er was ontzettend veel te doen over de wissels van de trainer van de tegenstander, van Roger Smit. Hoe kun je daar vanuit Feyenoord perspectief naar kijken? Ja, nou, je wisselt zich een ongeluk. En hij heeft het net allemaal uitgelegd in wat voor mij een soort wartaal was. Maar ik zie PSV natuurlijk ook niet elke week. Ja, Feyenoord wisselt twee spelers en die scoren allebei. Dus je moet ook een beetje geluk hebben in je hand van wisselen. Maar ja, je zou ook denken of dat het misschien iets sadomasochistisch is als je gewoon zo wisselt als hij doet. Dat je denkt van, weet je wat ik doe? Ik ga in de rust, ga ik gewoon drie topspelers eruit halen. En ik denk van, weet je wat ik doe? Ik haal Kakpo eruit. Dat je dan denkt op de bank als je daar zit als assistent trainer van, oh ja, maar is dat. En je hoort de reactie in het stadion. Ja, hij heeft er gewoon zijn. Kijk, een trainer heeft natuurlijk het recht om te wisselen wie hij wil. En hij heeft er ook argumenten bij. Die heeft hij net allemaal verteld. Maar ja, bij Feyenoord keken ze elkaar aan op de bank en dachten ze van, zou hij het echt doen? Ja, hij doet het. Nou. Nou ja, ik hoorde net bij ons in de kleedkamer dat het wel fijn was om te zien dat bijvoorbeeld Gakpo eruit werd gehaald.
toch een hele gevaarlijke speler. En ja, dat geef je, tenminste gaf ons het wel een goed gevoel, ja. Ja, want vertrouwen dat er inderdaad wat te halen viel? Nee, als je ziet dat zo'n gevaarlijke speler er dan al gewisseld wordt, dan, ja, ik weet niet, op de een of andere manier denk je toch van, nou ja, dat is toch fijn. En dat geeft je weer nieuwe energie. Ja. Everybody happy daar, want Kakbo ging eruit, Gutsen ging eruit. Maar de Weker kwam erin bij 2-0, geloof ik. Dus ja, die vonden het allemaal niet erg. Maar zoals Slot terecht ook zegt, weet je, ik ken de achtergronden van die wissels niet. Ik ken de data niet. Hij zal er wel een reden voor hebben. Maar voor een buitenstaander, zoals ik dan ben hier bij PSV, en zeker ook de spelers van Feyenoord op de bank, de trainers, die dachten van, nou ja, hij wisselt voor ons op een hele prettige manier.